Kjell, laatste wedstrijd van het seizoen. Denk een hele mooie afsluiting voor jullie. Ja, we hebben gestreden als team en ons doel was om hier resultaat te halen om het seizoen mooi af te sluiten. Waar veel in is gebeurd en ik denk dat het zo niet beter kan. Je eigen optreden, dat was eigenlijk misschien wel het beste van het seizoen? Ja, van het seizoen zeker denk ik. Best voor last zeggen ze dan wel, maar... lekker dat we zo afsluiten en zo sluit je een seizoen af met een goed gevoel, dus dat is voor mij fijn. Lijkt mij niet eens heel makkelijk als relatief jonge keeper in zo'n stampvolle Kuip. Ik weet niet. Het zijn juist de mooie potjes denk ik. 40 of hoeveel zitten er? Ja, dat is alleen maar mooi denk ik om daar op het veld te mogen staan. Ik geniet er alleen maar van, moet ik zeggen. Je zei dat het seizoen niet echt heel lekker. Hoe kijk je er nou eigenlijk op terug, het seizoen als team zijnde? Ja, moeilijke tijden gehad met de club. En wij zelf ook als team zijnde zoekende, heel erg zoekende. Maar ik denk uiteindelijk de laatste paar wedstrijden dat we steeds beter gingen spelen. Meer vertrouwen kregen en dat je nu kan zien dat we ook hier bijvoorbeeld resultaten kunnen halen. Dus uiteindelijk sluit het goed af. Een bewegelijk seizoen, maar ik denk ook veel positieve dingen en daar moeten we verder op borduren. Heb je je persoonlijk ook zo ontwikkeld als dat je vooraf had gehoopt? Ja, het doel was om veel te spelen. Ik heb wel wat blessures gehad waar ik wat gemist heb, maar over het algemeen heb ik veel kunnen spelen. Mezelf hele goede momenten, wat mindere momenten. En dat hou je toch helemaal als keeper zijnde. Dus ik ben gewoon blij dat ik een bijna volledig seizoen heb gespeeld. En dat nemen we weer mee. Onderaan de streep wel de nummer 1 van Gelderland. Ja, ik hoor het. Dus dat is mooi voor de club dat we dat toch in een lastig seizoen dan toch voor de supporters ook dat een beetje extra kunnen geven. Dus nummer 1 van Gelderland. Hoe ziet voor jou de toekomst er nu uit? Waarschijnlijk eerst vakantie, maar daarna? Wat gaat er daarna met jou gebeuren? Ja, een paar dagen vakantie maar en dan hebben we het toernooi met Jong Oranje. Tenminste, er wordt morgen of ik erbij zit. Maar dus ik ga nog even door in de zomer en dan terug naar Engeland en kijken hoe het gaat. Ik wil vooral blijven spelen, dus ik hoop dat ik iets vind. Zit er een langer verblijf in Arnhem in? Ik weet niet. Ik heb er in ieder geval goed naar mijn zin. Ik werk prettig met de mensen samen en ik zit zeker op mijn plek. Dus ik sta er wel voor open, maar goed, dat is niet alleen aan mij natuurlijk. Je hebt nog geen belletje gehad van bovenaf? Nee. Dat zal vast nu een beetje gaan lopen allemaal en dan gaan we het rustig bekijken.